Dit is nou eens een carpe. Zo. Ja, 97. Maar is voor gas gaat geven alle kanten op. Ja, dat gaat hij zeker doen. Hé, maar jongens, hoe vet is dit? Midden in de nacht. Echt, ik heb niet te veel adrenaline. Oeh. Hij zit in het net. Hij zit erin. Goedemorgen en welkom bij een nieuw visavontuur. Het avontuur is nog niet helemaal begonnen, het is hartstikke vroeg. We gaan even een bak koffie halen en dan ga ik je zo meteen vertellen wat voor iets vets wij dit weekend gaan doen. Heel nice. Hallo Dennis. Hallo. Oké, dames en heren. We zijn bijna op de stek aangekomen. We rijden nu midden in het bos. Het is zo vet. Een geheime plek. Ik ben heel benieuwd. Ik ben hier gewoon nog nooit geweest. Jij bent ook excited, ik zie het. Oh, Jezus! Wat? Gast, je hebt niet gelogen. Mooiste carpetstek van Nederland. Denk ik wel. Holy shit, mensen. Kijk eens voor de zee. Dit is gaaf, hè? Kunnen we ook nog onze eigen sauna? Dat is wel helpend. Maar ja. Als dit. Dit is het eerste stek, toch? Nee, de eerste stek zit hier zo niet. Zo, dit is vet, hé. Gaaf, man. Nou, zoals jullie kunnen zien, we hebben een bootje. Ik hoor een ijsvogel. Ijsvogel het water heen. Ik zie reigers. Vissend oppervlak. Klein eilandje. En op dit prachtige water. Dit geweldige water, midden in Nederland, ergens in een bos, dan gaan wij dit weekend karpen vissen. En karpen vissen is een visserij die ik niet zo vaak doe op mijn kanaal. Ik vind het super leuk, alleen het nadeel voor mij altijd, ik ben een instant visser. Ik wil gewoon gelijk vissen, spullen pakken, vissen. En dit weekend hebben we dus goed voorbereid. We hebben zoveel spullen gekocht en ja, er zitten al 3 dagen voorbereiding terwijl we nog niet eens hebben gevist. We hebben hier voorgevoerd, we hebben 6 stekken. Vijf stekken hebben we voorgevoerd. En die gaan we dus bevissen. We gaan hier ook slapen. Ergens hier een tentje neerzetten. Maar ik heb onwijs veel zin in. Ja, ik ook. Ik kan er niet wachten. We moeten kijken ook hoe mooi het bos is. Ah, oh, man. Kijk dan. Ja, dat is mooi aan die herfst. Hè. Het is echt loofbos. Ja. Loofbos is het originele Nederlandse bos. Veel eiken. Veel essen. Ja, het is een beetje voorbij. Kijk, je ziet wel die grove dennen. Ja, er zijn al een paar dennen doorheen. Ja, leuk man. Is van alles wat. Ik ben heel benieuwd jongens. Ik hoop dat we jullie een paar hele grote vissen kunnen laten zien. Dennis en ik gaan hier van u uitpakken. We gaan de spullen eruit halen. Het voer ligt al in het water. Dus dat heeft de afgelopen 3 dagen zijn werk gedaan. Er zitten grote vissen. En ik ben benieuwd of we ze de kant op kunnen krijgen. Denk het wel hè? Ik denk het ook wel. Kijk, en dit is dus de reden dat ik niet zo heel veel karper vis. Kijk deze inventaris aan troep, jongens. We hebben gewoon echt voor 100 kilo aan spullen bij ons. Stretchers, tenten, kleding. Alles gewoon om een heel weekend te kunnen doorstaan. Eten, drinken en natuurlijk heel veel visspullen. Ah, het is zo vet, jongens. Vissen op een watertje hier zo. Hoe vaak vissen hier mensen? Dit jaar zijn ze in april geweest. 1 keer per jaar. Nou, 2 keer per jaar dan met ons erbij. Blijven. Ik ben benieuwd. We kunnen ook van alles proberen. Er zit hier grote witvis ook. Grote vorens. Palingen. Hele grote palingen. En een hele leuke Dennis. Met Dennis is het altijd beter. En een hond. Hoe heet je hond? Pink. Pink. Hoi. Mm-hmm. Zo'n dikke olifant, zeg maar. Dan zie je eerst die groep splijten, zeg maar. En dan komt er zo'n grote olifantkarper door. Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt. Ja, ja, maar schaap, dat weet ik nog wel. Dat was hier een paar jaar terug. Hey Dan. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Het is inmiddels, hoe laat is het? 11 uur zo? 11:30.
We zijn klaar voor. De beste tijd. Hengels zijn opgemaakt. Nee, dat maakt niet uit, want we hebben 2 dagen te vissen. Ik heb wat boilies gecrushed. Klein beetje hennep er doorheen. We hebben een bootje om onze lijn uit te varen. Ja. Dus ik zou zeggen, laten we dat gaan doen. Ja. Ja. Zullen we het maar gaan doen? Is goed. Wie gaat er varen? Wie moet gaat in een regennat bootje zitten? Ik ga al in een regennat bootje zitten. Dit wordt de hengel uitgooi timelapse. Vissen. Ja, we zijn eindelijk aan het vissen. We hebben al wat piepjes gehad. Wind. Maar dat komt omdat we eraan gezeten hebben. Precies. Ja jongens, de hengels liggen in. Ik zal het even laten zien. En het grappige is, normaal is dat het een beetje onder karpervissers. Het moet altijd allemaal hetzelfde. Hengel van Dennis, hengel van mij. Dit komt door de obstakels. Deze heeft dikkere lijn, die heeft dunnere lijn. Ja. Dus dat gaat goed zo. Kijk, die liggen mooi. Topjes bij het water. Doet de pieper het? Ja, het doet het. En dan hebben we hier nog een hengeltje. Dat is de hengel van Dennis. Dat is mijn hengel. Ja, doet het. Hij doet het. Hij doet het. Nou, dan hebben we daar. Bij die berk hebben we een stek gemaakt. Daar onder die boom. Daar heb je een soort van eilandje onder water. En dan hier bij die berg. En we hebben afgesproken dat we om de vis gaan doen. Dus Dennis en ik moeten even steenpapier schaar doen. Oh, ik dacht dat het bij de eerste vis is het rennen. Dacht okay. Ik. Doen we best out of 3 of gewoon? Best out of 5. Oké. Okay. Oké, jongens. Mogen we best winnen. Steen. Nee. Ja, ik ben okay. even. Ja, dit is steen. Dit is papier en dit is schaar, oké? Ja, hè? Oh nee, dit is schaar. Wat? Dit is papier. Oké. Steen, papier, steen. Ah, kut. Steen, papier, steen. Ja, dat is een geitje. Maar ja, jij hebt gewonnen. 1-0. Okay. Steen, papier, schaar. Ja. Kut. Oké, 1-0. 1-1. Steen, papier, steen. Ah, kut. Steen, papier, schaar. Kut. Ja. Heb je al 3-1? Ja. Shit. Ja. Oké, nou ja. Dennis mag de eerste karper binnenhalen. Wat we ook nog even gaan doen, is ik ga daar een voerstekje maken. En dan gaan we kijken met wormen wat we kunnen vangen. Er schijnt hier dikke braas te zitten. Misschien zelfs een paling. Ik weet niet, misschien zit er zo'n baars. Karper. Ik heb wel eens een paar keer gevist hier zo. Ja. En we hebben wel baars gevangen, maar kleintjes en sporadisch. Okay. Ja. Wat er wel zit, is hele mooie vorens. Oeh. Ja. Ik heb een matchhengel bij me, ik heb een feederhengel bij me. Dus we gaan naast karper vissen ook nog een beetje pielen. We zitten op een privéwater. Dus dat betekent dat we met zoveel hengels mogen vissen als dat we willen. We houden natuurlijk wel redelijk. We gaan niet met meer dan 3 hengels vissen. Maar dat karper is afwachten. Ondertussen gaan we denk ik hier een voerplekje maken. Matchhengeltje erbij, feederhengeltje erbij. We gaan gewoon lekker afwachten en kijken of we een dikke, vette, grote karper kunnen vangen. Ik heb er zoveel zin in. Ik heb zoveel zin om die eerste vis binnen te krijgen. Ja, precies. Dat is het. Hè. Dat is die komt er maar af. En het vette is, wat ik mij heb laten vertellen, er zwemmen hier geen vissen. Van onder de 10 kilo. Bijna niet. Dus niet dat ze weten. Nee. Ze hebben eigenlijk nog nooit een vis kleiner gevangen dan 10 kilo. Ik heb weegapparatuur bij me. Ik heb meetapparatuur bij me. Elke vis die we vangen gaan we zorgvuldig even meten en wegen. Dat is wel interessant. 2 dagen later. Nope. Lul. Goed. Ik heb wat wormen knippen en wat voeren. En dan even kijken wat we moois kunnen vangen, jongens. Zo gaat dat in jouw video. Dit is wel echt leuk. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan vinden dat ik een leuk karperavontuurtje aan het doen ben. Laat sowieso even hieronder in de reacties weten of je vindt dat wij dit vaker moeten doen, karperen. We kunnen hier namelijk ook nog een keertje vissen. Misschien zelfs een keertje midden in de winter. Moet even kijken. Nou, moet maar even kijken. In ieder geval, visvaar. En Daniel, wat ben je nou aan het doen? Ineens karpers zwemmen. Ze waren wit. Witte karpers. Ik heb een hengel met een klein stukje brood. Die waren zulke grote witte karpers. Die zwemmen hier. En de...
Non vu. Schrik me elke keer. Ja. Gewoon elke keer. Hoor je één piep? We gaan nog geen beet van trouwens. Nou, hij zit ook pas 2 uurtjes, dus het is niet heel gek. Ik hoop dat we al wat middagactie zouden hebben. Maar, dat zal wel gebeuren. We zijn nu even tijd om doden en als het begin begint te lopen, dan gaat het wel lopen. En ik ga al wat gevangen, of wat? Nee, kut. Oh. Dat had ik wel wat laten weten. Hij heeft nog niks gevangen. Ja, ik ook niet. Nee. Oeh. Zo, dat is een grote kooi. Kakakakai. Misschien is dat wel goed. Hey Dennis. Heb jij nou beet? Heb jij nou de eerste vis? Ja, ja. En is het een baars? Ja, een baarsje. Lachen man. De eerste vis. Voor oma Jenzel. Oh, die kunnen nog wel aardig bakelijkers maken, steken te hebben. Hoppa. Lekker man. Hey. Aha. De eerste vangst van ons visavontuur. Zo, netjes vast. Nice. Stekeltjes. Lekker man. Mop. Nou, gooi kijk, daar zijn we toch. Dat is een goede begin van de dag. Zeker. Nou, gooi hem maar terug. Dag baars. Oké jongens, we hebben in ieder geval een eerste visje. Het is niet, nog niet veel, maar het is wel een eerste visje. Het is geen karper, maar het is wel een eerste visje. Dus daar zijn we blij mee. 1 minute 37 seconds later. Seconde. Ik ga niet geloven. Je ziet hem lopen als het goed is. 0, 1, 2. Ja, ja, precies. Dan gaat hij goed. Ik ga je niet geloven. Nee, joh. Ik wil die penhengel wil ik even verschuiven. Karper. En niet zomaar een karper. Het is een witte karper. We hebben hem al een paar keer langs zien komen. Ik heb gewoon een van de... Ja, ze hebben een paar kooitjes op deze vijver. Het is een ghost kooitje volgens mij. Kijk dan. Mooi visk, hè? Ja, joh. Skatje. Hé, maar jongens, dat is de eerste karper. Lachen. Er zwemt er één onder, zag je dat? Nee, zag ik niet. Een grote zwarte. Grote zwarte, ja, zegt hij. Ja. Dat is ook een slechte karper. Of was het een snoek? Ik hoop het niet. Slok weg. Dat is echt geen lelijke vis, hè. Zo, wat een mooi ding. Oh ja, ik zie het, ja. Grote vis inderdaad. Grote zwarte vis, ja. Ik zie het. Een karper of niet? Ja, was een karper. Was geen snoek. Was er veel te hoog voor. Het is een karper, hè? Die erachteraan ja. Staat. Een hele grote. Ja, ja, dat is gewoon zo eentje waar we op richten, zou ik maar zeggen. Zo dan. Oké, even gas erop. Dat ligt sorry tegen. Voor de regenspetters op de camera. Nou, dat maakt niet uit, joh. Nou, het is echt bizar, jongens. Ik heb niet eens beet gezien. Grote donkere schim de hele tijd onder. Ja, is dat? Nou, die kunnen kijken of we dat kunnen scheppen. Groot net neerleggen. En dan als die erin... Ik ben toch niet gek? Zeg maar als je hem wil doen trouwens hoor, als je hem erin wil... Hier, wat zit er nou onder? Hoppa. Nee. Oeh. Zo. Een grote vis zit erbij. Er zit ook echt op die hele vijver maar 3 koois. Dus die hele put. Ja, best. Binnen. Hebbes. Yes. We hebben het eerste karpertje binnen, jongens. Het is dan wel geen normale karper. Het is zelfs een karper met een gouden randje. Het is wel een heel ding. Hij is mooi, hoor. Hé, hey, dit is wel vet, Den. Ja, dat vind ik eigenlijk net zo leuk. Ja. Nou, mooi. Op de penhengel. Grappig. Je legt het pennetje erbij. Je krijgt gewoon beet op. Ah, ik niet verwacht. Ja, ga maar. Kijk dan, jongens. Wat een schatje, hij is wel dik hoor. Echt een tof visje, hé. Is hij helemaal scherp? Blauw? Hij is helemaal blauw, ja. Hij is helemaal blauw. Een keertje dichterbij, zo. Supermooi. Nice, man. Heel gaaf. Mooi klein kooitje. Het is een ghost kooi. Dat kun je ook zien aan de bovenkant van zijn schedel. Lijkt net zo'n, onder water lijkt net zo'n doodshoofd. Ik ga hem gauw terugzetten. Ik vind het een super mooi visje. Ik ben er heel blij mee. Nou jongens, daar gaat hij.
Yes. Koud water, hè? Nice, man. Hey. Lekker. Jeetje, wat een joekel, Dennis. Wat heb je nou weer gevangen? Dit is mijn specialiteit. Mini baarsjes. Hele kleine baarsjes op carpi equipment. Nou, zet hem maar terug. Doen we niet met de camera's onder water en zo, net als normaal? Goed, hij wil wel weg. Dat ik moet sterken. Hey. Vis nummer 3. Hey, Joanne, vind je het leuk zo? Ja, we gaan droomvliegen. Nog nooit gedaan. Heb je die nieuw gekocht? Ik heb die nieuw gekocht, ja. Nou, hier een mooi stukje weiland. We gaan hier midden in het weiland even dat ding laten opstijgen. Ik ben benieuwd. Ik heb 1 keer eerder mijn drone gevlogen, maar dit is een nieuwe. Zo lang geleden voor mij. Laten we het proberen. Oké, ik denk dat dit wel mooi. Ik maak hier even een mooi plat stukje. Ja, toch? Hij gaat gras happen zo. Oh ja, dit is natuurlijk, dit is de windformule. Zo gaan dingen nooit verkeerd. Oh, omhoog en boven. Mooi, jongen. Omhoog en boven die water. Wat ben je aan het doen? Ik ben vleermuizen aan het lokken. Dat is mijn vleermuizenlokroep. Ik imiteer een beestje. En dat vinden ze dan in de sonar. En dan komen ze zo. En dan doen ze met het staartje doen ze zo van. Hè? En dan vreet ze hem op. En laat ik hem vrij voor sketch en release. Oké. Wauw. Oké, jongens, het is inmiddels 5 uur. We gaan even de lijnen verversen. We gaan even checken of alles wel netjes in lag. Beetje nieuwe bollen erop. En dan gaan we kijken of we zo meteen die schemer. Dat is vaak een goed moment. Echt een bijmoment. Vanaf nu, ongeveer tussen nu en 7:15 zal waarschijnlijk een goed moment zijn. Welke kans. We hebben alleen nog een paar beet gehad met de feederhengel en met de penhengel. Dus wel even gaan doen. We gaan even de hengels binnenhalen. Die gaan we eens even verversen. Dan gaan we kijken of we zo meteen wel een karp kunnen vangen. Het valt nog niet mee. Maar ja, we zijn midden op de dag begonnen. Niet het juiste tijdstip. Er ligt natuurlijk wel voer in. Ik had in ieder geval op een visje gehoopt. Maar ja, ze gaan er wel uitkomen. Dat beloof ik jullie. Het begint al een beetje te schemeren, dus het wordt tijd voor de tent. Kijk, het tentje staat al bijna. Er nog een wrappie overheen. Wil je nog 2 haringen? Wil je 2 haringen? Ja? Ja, die heb ik. 2 haringjes. Jeroen, bedankt voor het lenen van je tent. Kijk, 2 haringen voor Dennis. Alsjeblieft. Kijk, dat is toch een mooi tentje zo. Hier gaan we dus vannacht vertoeven. Om deze barre omstandigheden. Nee, we hebben een prima nacht. Volgens mij niet zo koude nacht ook. Het water nu een graadje of 12 is. 13. Het is redelijk koud aan het worden. Hier is op de steigertje staan nog steeds onze hengeltjes. En die zijn nog steeds niet afgegaan. Maar ik verwacht dat ze s'nachts gaan bijten. Morgenochtend. Morgenochtend, denk ik. Ik ben benieuwd. Kijk, vooruit hebben we die tentje. Ja joh, ideaal tentje. 2 stretches naast elkaar. 20 minutes later. Ah, dit is bizar. Op een pen? Ja, het is een karper. Het is een kooi. Alweer een kooi? Ja. Ja. Ik gooi net 100 wormen in het water. Allemaal stukjes worm. Ja, serieus? Ja. Gewoon de al. Die mijn shish kebab eruit. Ja. Hij liep ook mooi weg. Op mijn matchengel. Lachen, hè? Dat is wel leuk, ja. Dit is heel vet. Pak je stampen. Best een grote vis volgens mij, jongen. Ja, die is een heel stuk groter. Ik ga even het karper net pakken. Ja. Jongens, we vangen ze op vormen, die karpers hier. Wat een goeie is dit.
Wat? Die groene oranje boos het gooi. Kijk, het is helemaal smerig van zijn zwart oranje kleurtjes. Dat is waar, heet het ding. Gast, wat lekker. Ja, wat leuk. Wat leuk. Kijk, daar komt ie. Ja, nou, het moment dat hij nog weg kan. Maar... ja. Toch goed, dat nog een haantje geweest. Zo in het donker, hè? Is het zo'n dag? Zit je hier zo op zo'n put? Zitten allemaal mooie vissen op van 40, 50 jaar oud? Vangen op de mensenhengel van die smerige kooikorpers. Kooikorpers. Dat is al groter. Ja, hij is wel zwaar. Hij zwemt niet zo hard. Maar ik heb weinig tegen hem niet te brengen, hoor. Ja, geloof ik. Dus ik heb hem al op. Nee, hij heeft er geen zin in. Maar ik heb deze kebab ook echt, wat is het? 1 minuut eraan. Nog niet eens. Vet man. Mooi, hè? Dit is wel mooi, hè? Hier kan ik wel van genieten, hoor. Ja, tuurlijk. Maar dit is ook genieten. Ja. Dit zijn gewoon goede drills. Hier, wil je hem anders zelf scheppen of niet? Ik ben fantastisch met de baarsen en zo. Ga ik je mooi filmen. Maar er is geen... geen baars die dit doet natuurlijk zo. Nee. Je kan helemaal niks, hè? Nee. Gedrild hebben, dat is het enige wat kan. Het is een lamar. Ik heb te weinig karpers gedrild afgelopen. Moet ik kijken. Alles wat ik beweeg in mijn handen, zeg maar, die top was van dezelfde plek. Doet gewoon wat die karper doet. Hier. Het enige wat de top doet, is de karper achterna. Ja, nu wordt hij boos. Dit is al ongelooflijk, mensen. Je bent aan het vissen op schubkarpers. Je vangt op zo'n putje 2 kooi's. Heel apart dit. Echt heel apart. Ja. En de kooi-schub ratio is zeg maar heel erg de positieve kant van de schub. En niet van de kooi. Nee, er zitten er 3 of 4 op van die kooi's. En voor de rest zitten er... nou, ze weten niet hoeveel schubs, maar... Ja. Hij begint nu... Oh, het is wel helemaal... ja, even een stapje naar achter hier. Laat mij mijn schepje op. Ja, daar komt hij. Daar komt hij. Hebbes. We hebben... oranje boven in het net. Ja, ja, precies. Deze is niet in vakantie. Zo, dat is wel een stuk mooier, hoor, man. Dit is een spiegelkooi. Rijenschub. Moet je kijken, joh. Echt een mooi ding. Uitje, die is veel groter dan die vorige. Oké. Ik ga mijn hoofdlamp er even op mijn hoofd doen. Ja, zal ik die camera... Zo. Zo, sorry. Ja. Ga jij je cadeautjes even uitpakken? Wat een ding, joh. Dag, hé. Zo. Kijk, dat is mooi gehaakt. Zo. Een tang hebben om hem eruit te halen. Dat zo. Kijk dan met de matchdobber. En matchengel. Net weg. Zo, deze is echt mooi, zeg. Zo, hé. Hey. Uutje. Dit is ook wel echt een stuk grotere vis, hoor. Herfstkarpen. What the fuck, hé. Hey. Jongens, lampje even. Kijk, een mooie zo. Kijk dan, jongens. En meisjes, wat hebben we nou weer gevangen? Weer een kooi. Ik had liever een hele grote schub gehad, maar dit is wel een grappig cadeautje. Hij is wel echt super mooi. Mooi ding, hoor. Lachen, hè? Wat een grappig visje, joh. Ja. Maar hij is wel cool. Leuk visje. Nou, eens even kijken hoe lang onze vijvervis is en hoe zwaar die is. Zo, ligt hij op 0. Nou, 69. Bijna 69 centimeter, 20 centimeter groter dan die vorige. Ja. Zullen we eens wegen? Yes. Hoe zwaar denk je dat deze is? Moet ik zeggen, als je nooit vissen weegt. 6,2. Ik denk 5,5. Ja, jongens, hoe zwaar zal die zijn? Reageer het nu in de comments. En laat me weten of je gelijk had. Ja, dan kun je niet liegen. Even vooruit scrollen en daarna goed zeggen. Nee, niet liegen. Niet liegen. Moet nu gokken. En als je het goed hebt, je hebt het goed geraden, dan verdien je een koekje. Borstvingertjes plat. Yes. Hij weegt 5,5 kilo ongeveer. Oh, dat is toch net. 5, nou oké, laten we het even exact zeggen. 5,4. 5,4, 5,5. Oké. Nou, zo'n mooi visje, 10 pondjes. Leuk, dan mag hem terugzetten, jongen. Kom, daar gaat hij, jongens. Kijk, daar gaat hij. Joejoe. Heel leuk. Nou, die zien we morgen alweer zwemmen, denk ik. Ja. Hey. Ik zie geen... Tik hem aan. Oh, daar.
Hey Dan, ik denk dat het etenstijd is, niet? Ja, dat was het nog geweest. Lekker happie. Lekker happie, ik heb het happie nog niet gezien. Ja, piep. Die hengel moet echt opnieuw uit, maar goed. Oké, wat hebben we hier? We hebben hier Swarma. Een frisbee. We hebben hier een hele grote die had ik besteld, volgens wat mij. Wat is deze? Dit is volgens mij een durum. Ik heb niks wat in die vorm zou kunnen zijn, volgens ik mij. Heb een durum besteld. Kijk, dit is maar een mega pita. En ik had geen idee, wat is dit? Ja, die knoflook samurai sla, die is ook van mij. Samurai? Wat is dat? Dat samurai saus. Klinkt wel lekker. Ja. Deze swarma knoflook. Oh jongens, lekker. Nou, wij gaan even smikkelen. Het is inmiddels een uurtje of 8:30 etenstijd. En we hebben nog steeds geen karper gevangen. Maar, het gebeurt hier vaak s'nachts. Geen echte. Ja, geen we hebben hebben Japanse karpers gevangen. Vijvervissen. Dus we hebben het net even nagevraagd. Er zwemmen hier 3 kooikarpers. We hebben er 2 van gevangen. Dus die derde zal niet doorkomen. Ja, die derde wil ik al zien zwemmen. Dus best kans dat we die nog gevangen. Oh, kwel op mijn mond. Eten. Oh, niet meer praten. Kijk dan mee. Oh. Puntje. Oei. Nou, eet ze, Dan. Dankjewel. 6.5 hours later. Je zwemt hier naartoe, hè? We hebben een vis, jongens. Sterk zo. Hij is zwaar zo. Ik denk dat je nog een slecke lijn hebt. Dat hij helemaal meezwemt. Brazen? Ik denk het wel. Maar dat is geen kleine braas meer. Boink, boink, boink. Ja, of het is een meezwemmende karper, hè? Ik pak allebei de netten even. Ik heb een brasemnet ook meegenomen. Ik denk dat het een brasem is. Helemaal daar staan ze niet. Ik denk dat het een brasem is. Ik weet het wel zeker. Je hebt een... Dennis heeft een... Volgens mij een hele dikke brasem aan de lijn. Mooi karper. Nee, dan ga ik naar huis. Als er weer zo'n fucking kooikarper is, dan ga ik naar huis. Ja, een platte. Dat is niet eens zo'n hele grote. Deze groot ook. Nou, daar komt hij. Hoppa. Oh. Ja, het is wel een grote platte, maar niet een extreem grote platte. Nee. Zo, 61. Ja, ligt hij er goed op? Nou, ik kom nog een stukje terug ook hoor. Netjes met het lipje. 62,5. Jezus. Zo. What the fuck, hé. Ja, dit is wel een grote brazen. Ik denk dat er nog meer volgen. Ja, daar ben ik ook wel bang voor. Maar ja, het is wel een mooie vis. Moet je eens even kijken, joh, een ding. Het zijn nog eens brazen, jongens. Hoppakee, we gaan even een rondje zwemmen. Ho, we gaan even planten opeten. Gaat niet helemaal een wens volgens mij. Hier, die kant op. Zo, man. Die kant. Ja, hij is helemaal verblind, joh. Oh, ja. Oh, en toen was hij gone. Let the peppertje peppertje de pull in the night. Dus je bent nog steeds aan de beurt, Dan. Is het zo, ja? Tuurlijk. Ja, mag ook hoor. Hey joh. Zo. Kijk, we zitten lekker in ons tentje, joh. Ja, mijn broekje aan van Dennis. Ja, we zitten lekker in ons tentje. Het is uurtje of 11:30 of zoiets. Ik zal even kijken. Dan hebben we een exacte taat 11 uur. 5:55. Het is tijd om onze oogjes te sluiten. Of in ieder geval gewoon even lekker chillen in de tent. We gaan zo lekker slapen. En dan hopelijk krijgen we straks een karperwekker. Dennis is nog aan de beurt, want Dennis heeft net wel een brasem gevangen, maar die telt niet mee. We gaan zo meteen eens even kijken of de nacht ons een grote karp kan brengen. En dit is een typisch water waar ze 's nachts goed bijten. Dat is goed, dus beter dan overdag. Dus ik hoop ook wel echt dat we een beet gaan krijgen. Ja, de piepers die staan aan, die gaan voor ons het werk doen. De aasjes liggen perfect in het water. Die liggen zo heel mooi op een gespreid bedje van een paar gecrushte boilies. Afgelopen dagen zijn voorgevoerd. Niet te veel. Dus ja, jongens, ik verwacht dat er gewoon vis uit gaat komen. Kijk, Dennis is even lekker aan liggen, jongens. Hé, maar Dan, ben jij er klaar voor om zo meteen keihard uit die tent te rennen voor die beetmelder? Ja, morgenochtend, als ik uit zo laat ben. Nee, vannacht al eentje.
Gewoon dat je met zo'n verrotte krekkie kop. Ja, om mijn sokken en dan heeft het net geregeld, want het is altijd zo. Krijg je het warm en dan krijg je het warm en dan trek je t-shirt uit. En dan trek je je broek uit. En dan lig je lekker zo onder de dekentje en dan gaat het ding af. En dan heeft het toch al die tijd geregend. Staan daar, natte sokken, in een onderbroek, in de regen. Ik zie het nog beter voor me. Precies, zo gaat het. Jij rent zo in je naki heen en naartoe en dan glij je ook nog eens op die steiger. Klets op die steiger, schuif je er nog vanaf. Ja, ja, precies. Ja, dat zal nog gebeuren als Dennis als eerste, man. Dat is altijd. Dat denk ik wel, ja. Er zitten hier allemaal beestjes in trouwens. Nou en? Nou liggen ze onder mijn bed. Dat was een stom idee, hè? Nou, ja. Komt goed, Den. Nou, slaap lekker. Als ik snurk, dan moet je me maar wakker maken. Zet je gewoon buiten. Nou, jongens. Wil te rusten. En tot straks, mijn dikke Carper. 12 o'clock midnight. Als we allebei net 10 minuten liggen te slapen, horen we ineens wat. Zal het dan toch? Dennis, wat is er aan de hand? Nou, hij deed plingelingelingelingel. En daarna niks meer, hè? Dat doet niks. En de swinger zat helemaal tegen de pieper aangetrokken. Swingersparty? Raas hem, hè? Zie je scheet laten? Nee. Oh. Spannend, wat zal het zijn? Wat zal het zijn? Brim. Weer van die stekker. Weer van de far, far away land. Ik heb het prachtige brasem net klaar. Wel gelijk de vraag beantwoord van hoor je het als je beet hebt? Ja. Monsterplatten. Joep. Was jij er weer? Nee. Nou jongens, een brasem. Ja, gewoon precies even groot. Ja. Gewoon weer 62. Nou. Doei brasem. Nou jongens, weer een brasem. Hopelijk de volgende vis, Carper. Gaan we even een lijntje uitzetten. 2 hours later. Wat is er aan de hand? Mag ik je in je gezicht schijnen? Dan zie je je beet. Ja, mag je in je gezicht schijnen. Nou, we liggen lekker te slapen. En in één keer hoor je... Ja. En Dennis die lag eigenlijk heel erg verduist. Die lag nog lekker te slapen. En ik ben naar buiten gerend. En ik sta nu met een hele kromme hengel. Ik zie hele zware... Hele ook gummig. Langzame kop schudden. Moeten we een van die anderen eruit halen? Anders ga ik natuurlijk door een van die lijnen heen. Nee, gaat goed. Oké. Die ligt zo en die ligt zo. Komt hij toch hier vooraan dan, zometeen? Wel eens vergas gaat geven alle kanten op. Ja, dat gaat hij zeker doen. Hé, hey, maar jongens, hoe vet is dit? Midden in de nacht. Echt, ik heb net te veel adrenaline. Jezus, jongen, wat een verschil hè dan als deze afgaat. Ja, inderdaad. Ja. Begin van het eind begon hij gewoon. Hij stopte niet meer. Nee. Dat is gewoon, nou, echt 15 seconden lang. Zo die pieper, jongen. Oh, ik vind het spannend, jongens. Ik vind het spannend. Ik zie geen fuck. Jezus, ik heb hem gezien, jongens. Ja? Ja, dat is een hele zo. Dikke schub. Oh, kijk hier, dan zie je hem nog even beter. Zo. Ja, ik zie alleen nu zo. Ja, zo. Dit dacht ik dus al, maar hij is heel rustig. Oh, ik zie het al. Het is een hele lange vis. Het is een braas, hoor. Ik kom toch niet een braas. Nee. Eindelijk die dikke carpe video. Let op, hou hem weg met die palen, hè? Skip it. Yes. Yes. Yes! Holy shit! Gasten. Dames en heren, jongens en meisjes. Heel lastig filmen dit. Ik
weet het, maar dat maakt niet uit. Het is gebeurd. Oh, film eens. Het is gelukt. We hebben hem. We hebben echt wijs mooie, grote, langgerekte schubkarpen gevangen. Ik ben heel blij. Yes! Top, hé. Ja, het is gewoon een vooral hele, hele lange vis. Die vis is 90 centimeter of zo. Misschien wel langer. Even. Dat is altijd belangrijk, mensen, dames en heren. Het is belangrijk. Kijk voordat je de vis gaat optillen. Dat is een borstvinnetjes mooi langs zijn lijf liggen. Kijk, hier zie je dat. Je moet geen borstvin uitsteken. Andere kant gaat ook goed. Wat een lap vis, joh. My goodness. My goodness. Oh, zo dik is die niet trouwens. Nee, maar kijk die bek. Oh. Jezus. Net zo mooi raad als die briesje. Ah, dat zit allemaal mooi in het onderkraakje. Ja, ja, ik kom eraan. Ik doe even kijken dat dit niet allemaal in de knoop gaat. Kijk dan, jongens. Dit is nou eens een karper, hé. Zo. Ja, 97. Zo. Ik heb hem even in de weegzak gedaan. Hij ligt hem even te chillen. Poeh, 97 centimeter schubkarper. Hij is niet mega dik, wat Dennis al zei. Maar het is wel echt een dikke, vette oervis. En het mooie is, deze put is 65 jaar oud. Deze in het begin is er vis op uitgezet. Nooit meer wat aangedaan. Ja, het zit een mega oude vis op. Het kan gewoon zomaar een vis zijn van 30, 40, 50 jaar oud. Ik weet niet hoe oud hij is. Ik kan niet vragen aan hoe oud hij is. Of niet wat we gaan doen. Oké, dames en heren. We gaan de vis wegen. Het moment van de waarheid. Want dit is waar het bij de karper altijd om draait. We gaan hem wegen. En wat even belangrijk is. Als we hem terugzetten straks. Dan gaan we even dat ding wegen. Want die is nu nat. Ik zal hem even op nul zetten. Ik had hem al op een verschil gezet, maar dat ding was toen natuurlijk niet zeiknat. Hij staat nu op nul en dan wegen we daarna nog het ding los. Oké, Dan, ben jij er klaar voor? Hebben we een telefoon? Kunnen we foto's maken? Dit is de grootste karper van mijn YouTube kanaal. En dit is de grootste karper. De grootste karper die ik in Nederland heb gevangen. Echt waar? 97 centimeter. Koekoek, jongen. 97 centimeter, zeg maar, als hij dik is, dan is dat gewoon 20 kilo. Deze is dat niet, maar het is wel een vette vis. Oh, dat niet, ik dacht, had niet gedacht dat het je grootste karper... Nee, ja. In Nederland. Ja, ja, nou leuk. 97, ik ben ook benieuwd wat hij weegt. Ja jongens, hij zit nog steeds in de zak. Je ziet ook alleen een bolling, maar hij zit er nog steeds in. En dan mogen jullie kijkers nu raden wat de vis weegt. Nou? 13 kilo. 13 kilo, ja. Oké. Weet je afhankelijk hoe zo hoog dat je hem tilt? Volgens mij, tilt nog eens op. Nou is die 14 namelijk. 14 kilo? Ja, 14 is die nou. Dat is niet zwaar. Komt het gewicht van dat ding nog af? Jezus jongens, wat een bakbeest. Dit is echt nou een oer-Nederlandse schubkarper. Wat een gaaf beest. Ik ben een beetje verliefd. Ik ben blij dat ik om 3:50 ben gewekt door deze prachtige vis. En ik hoop dat jullie het vet vinden. Dat we eens een keertje zo'n dikke knaller op ons kanaal hebben. Wat een prachtige vis. We gaan een foto schieten. Dan gaat hij mooi terug. Nice. Oef. Nou. Dat ging niet. Zo dom. Ik heb een hoop energie. Oeh, mooi glimboom weg. Yes! Missie geslaagd. Lijn uitvaren. Nu moet je wel je bed uitkomen, Dan, als je beter. Ja. Kijk, wat weegt je sling? Kijk, 2 kilo. 2 kilo nog, ja? Ja.
Ja, volgens ja, dat is 1,8 of zo is het. Dus die karp was 12 kilo. Het is geen zware vis, maar was wel groot, mooi en sterk. Ja, ja je zou hem, ik zou hem wel groter geven. Als je hem zo ziet, dan zou je wel zeggen dat hij groot of zwaarder is. Ja, ja. Maar maakt niet uit. Ik ben meer van de lengte, jongens. Ik ben niet. Ja. Aan die hengel terug doen, 3 keer dezelfde hengel beet. Dat is echt gek. Ja, weer de verste hengel. Dan kan Dennis weer gaan peddelen. Ik ga peddelen. Ja? Ja, maar ik weet waar het ligt. Ja. Ik peddel wel. We hebben de target in ieder geval behaald. We hebben een mooie vis gevangen. Ik ben echt onwijs blij. En eigenlijk was dit Dennis' vis. Maar ja, Dennis, ik weet, hoe ging het nou? Ik was wakker. Ja. Ik hoorde piep, piep, piep. Jij niet. Toen dacht ik, oh, ik hoorde wel piep, 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 maar ik wist dat jouw hengel afging. Oh, en toen sloeg ik jou. Ik zei, ga hem halen dan. Ja, en ik weet niet waarom. Want ik te slapen en ik was als eerst bij die hengel. En toen zei ik, Dennis, kom, jouw vis. Zei hij, oh ja. Dus nee, drill jij maar af. Ja. Maar in ieder geval, de volgende is over Dennis. Maakt niet uit, het is gewoon maar vis op de kant, ja, toch? Ja, er is vis op de kant. Ik ben er onwijs blij mee. Ik ben echt blij mee. 97 centimeter schub. Gewoon echt oer-Hollandse vis. Ja. Super gaaf. En ik denk ook, eerlijk gezegd, we hebben nu 3 vissen achter elkaar van die stek. Ik denk dat de volgende vis weer van die stek is. Want, hij ligt mooi. Hij ligt perfect. Dennis heeft heel goed een mooi plekje. En elke keer als we inleggen, dan gooien we weer een handje boilerkruim erbij. Het blijkt te helpen. En ik denk dat het activeren van die stek steeds, dat wel door gaat lopen. Dus ik hoop ook dat morgenochtend die stek door blijft lopen. Het is ook een rommelige stek. Er liggen een hoop bladeren. Dat zijn nu in de tussentijd met die wind, ligt een heel tapijt van bladeren. Ja. Dus dat ligt allemaal boven het water. Wij vissen eronder. Ja. Er zit een hoop takken en troep in het water. Dus het is wel. Ze liggen daar. Cool. Nou, we gaan even slapen. En dan hopelijk tot zomer de karper. Als het nog lukt. Day 2. Dennis. Draai, Den. Ja. Ik ga deze heel even neerzetten. Ik ga even sokken, schoenen voor je fixen. En kleding. Is dat fijn? De camera staat achter jou. En je wordt op dit moment gevuld. Heb jij extra sokken bij? Ja. Oké. Okay. Doei. Ik maak mijn trui en mijn jas alleen. Zo, wat een fluiter, joh. Wat deed je? Wat? Wat deed je? Ja, toch? Nou, een hele goede morgen. Goedemorgen. Het is ook net even droog. Het heeft de hele tijd geregend en het is net even een soort van droog. En volgens mij hebben we een dikke, vette vis eraan. Spanning op die lengel zetten. Lekker dun. Lekker maat. Wat gaat er door je heen? Ik ben er helemaal stil van. Ja, hè? Want ik niet wakker worden hier zo. Snap ik. Wat zou ik dan een keer weer pissen? Het is zo bizar, die andere hengels gaan gewoon niet af. Het is elke keer diezelfde. Ja. Moet je nagaan, dit is de hengel die wij gisteren de hele dag overdag niet hebben ingehad. Lekker mak. Hij is wel eenmaal over die lijn heen ofzo. Ja, wat heel moet ik controleren. Zorg dat hij niet het slootje in kan. Lekker maat. Lekker jongen. Zo. Zal ik een kopje wegtikken met een staartje? Ja, dat
zag er wel hip uit. Je zit er wel vlak onder mijn top, jongen. Die is niet. Slippy. Lekker ding. Maar eerst de kooi is, hè. Misschien kooi toch? Dan word ik gek. Nee, het is maar moest... klein wisk toch? Ja, het is geen unit. Maar het is er wel weer een echte. Ja. Lekker gast. Lekker man. Hij is nog niet helemaal klaar. Ja jongens, de tweede vis van onze trip op de, tenminste de tweede echte, komt er nu aan. Hoppa. Hij zit in het net. Hij zit erin. Dus, hij zit erin. Lekker man. Koud hè? Een boetje nat zijn. Ja, godverdamme. Goed, hij zit erin. Lekker. Dan. Ja. Over een half uurtje is het helemaal licht. Ja. Zullen we deze heel veel bewaarzakken? En snel uitvaren nog. Ja? Ja, is goed. En dan kunnen we straks ook even mooie foto's maken. Een half uurtje in de bewaarzak is niet zo erg. Zullen we dat doen? Ja, is goed. Oké. En misschien kunnen we ook verwachten op beter weer. Ja. Kijk, dames en heren. Ook weer zo'n grote kop, slank figuur. Is niet klein, ja, is niet klein. Hele grote vinnen. Mooi vis hoor. Lekker Den. Yes! Ik had eigenlijk nog een oerkreet verwacht van jou. Yes. Zo, zet hem in de zak en dan doen we over een half uurtje een zonsopgangfotootje. Dan gaan we zo eerst even de lijn uitvaren. En even je schoenen aandoen. Ja. Want we hebben zeiknatte sokken. Godverdamme. Laten we eens even gaan bewonderen wat we vannacht hebben gevangen. Zal ik deze alvast even klaarleggen? Dat we hem kunnen meten. Wegen. Zo, prachtige kleuren zeg. Wauw. Kijk eens even, dames en heren. Dan hebben we weer een mooie karper. Hij is niet dik. Maar dit is wel echt... Oh. Moet je kijken, wat een staart, joh. Ja, hier. Hier, het is gewoon twee handen. Twee handen. Mooi, okay. Tegen het neus ligt hij nou? 80. Ja, 20 centimeter korter als die van jou. Kunnen langer. 20 centimeter korter als die van jou. Hoe groot of dat die van jou dan was? Ja. Zal deze kilo of 6, 7 zijn, denk ik. Ik denk dat hij inderdaad niet veel zwaarder is dan die kooi. Maar mooi hoor, hou hem eens omhoog. Ik wil hem even zien. Anders kan ik niet zo goed vasthouden. Grote stofzuigerbek, mooie... Ah, maar je kijkt wel een mooie vis, joh. Jeetje. Vet, man. Hallo. Mooi hoor. Lekker, Den. Ja. Mooi karpertje hoor. Ja, en kijk hoe groot die staart is. Ja, joh. Super mooie vis. Plaatje. Alle karpervissers willen weten. Ja, precies. Alle karpervissers willen weten wat de vis gaat wegen. Want dat is waar het bij. Dat ook. Dat ruimt. Dat weten we. Hij heeft boilies gegeten, onze boilies. Maar alle karpervissers willen weten hoe zwaar de vis is. Want dat is waar het om draait bij de karpervisser. Eens even kijken. Hij geeft 9 kilo 500 gram. 9 kilo 500. Dus 8,5 kilo. 2 kilo net. 7,5 kilo. Ja. Nou, dat klopt wel ongeveer. Oké. Ik ga hem uit de zak laten zwemmen. Ja. Even met zijn kopje over het randje. Ja, zo ja. Ja, had hij. Nee. Oh. Ja, 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 ja. Super gaaf. Vet hè? Ja, heel leuk. Maar dit maakt het waard, man. Hier, tik hem aan.
En we hebben eigenlijk wel redelijk lekker geslapen. En toen aan het eind van de nacht kwam hij dus. Kijk, oh, het college. On timing. Ik denk dat we zo'n pieper af. Dit is timing? Hè? Dit is timing? Ja, dat is wel timing, ja. Hij zou niet een halve seconde of 20 seconden eerder uit moeten gaan. Want het zeg maar alles niet voor niks. Jongens, ik praat even. Dennis is aan het peddelen. We hebben een karper eraan. Hij heeft zichzelf vastgezwommen. Het is een hele grote vis volgens mij. Dat is heel mak. Ga maar recht door richting de boom. Kan al. Je kan er al over. Ja? Oké, jongens, klaar met step toe. Ik geloof dat hij nog aan zit. Ik weet het niet zeker. Het is moeilijk te zeggen. Maar ik vind hem wel op tijd, dus hij er daarna nog doorgezwommen. Nee, ik heb hem daarna niet. Hij zat er een keer vast. Daar heb ik niks meer gevoeld. Nee, je hebt hem niet gedrild en daarna vast. Hij zat vast. Ja, nee, ik was wel even aan het drillen. Oké. Het zou echt kut zijn, dit was echt een veel zwaardere vis. Voor mijn gevoel dan. Oh, dat is de leader al ook. Ja. Hij is los. Kut. Ik voel dat de haak vast zit aan de bodem of zo. Hmm. Ja, die onderlijn is 10 kilo trekkracht. Probeer maar een stuk te trekken. Ja? Hebben? Een stuk net of zo. Oké. Okay. Wortels zijn het volgens mij. Dat heb ik niet. Nee. Boomwortels? Ja. Shit. Okay. Ik had zo'n grote vis eraan. Dennis was even koffie halen. En hij was gewoon gelijk lomp en gelijk zwaar en dan bleef hij op de stek. En hij begon ineens door mijn slip heen te lopen en hij is onder een boomwortel van deze boom doorgelopen. En toen was hij los. Fuck. Maar hij heeft zichzelf wel veilig, veilig onthaakt. Ja, hij is toch zo. Wel ons putst. Ja. Ja, dat is inderdaad één voordeel. Kijk, die vis is los. Hij heeft geen naakje in zijn lip, dus... Maar ik baal er wel van, zeg. Zonde. Dit voelde echt zwaar. Dit voelde echt stevig. Jongens, even een update. Het is 10:30. En ik zal hier zo meteen eens even wat uitleggen, wat laten zien. Hoe hebben wij nou gevist? Hoe hebben we gevoerd? Welke haken, rigs, dat soort dingen hebben we gebruikt? Hoe knoop je het? Dan gaan we zo meteen eens even lekker doorheen. Oh, moet ik nog iets op aanvullen? Het was in ieder geval wel een beetje koud vannacht. Ja, hè? Het was echt aan het eind van de nacht. Was het wel heel koud. Ik heb het nog steeds koud. Nou, laten we even een bakje koffie nemen. Yes. Prut, kapitein. Prut. IJsvogeltje. IJsvogeltje. Erop. Ja, heel veel. Gast, karper op de pen? Zij het op een dommetje op het hoog. Oh mijn god. Ik weet niet of het een karper is, maar het is wel. Ja, gast, is een karper, 100%. Dit is niet goed vis. Dit is een karper. Dit is een karper. Ik denk niet dat dit een van die kooi's is, want hij nam ook gelijk een speurt. Kijk hem bellen geven. Kijk hem bellen geven. Oh, ik hoop echt dat het een dikke is. Is het op een paar wormpjes? Ja, dat is op wormen. Wormen. Jongens, wormen? Ongekend. Zo, toch wel goed dat ik vanochtend die stek flink heb aangevoerd dan. Het mag van mij een zeel zijn. Ja, maar dit is ook nooit. Dit is een schub.
En met zo'n zachte hengel gaat hij niet zo hard vechten, hè? Nee, precies. We moeten ook hebben, hè? Want we kunnen meer als dit kunnen niet hebben. Kijk of we hem kunnen zien. Paling! Nee, joh. Paling! Yes! Paling! Gast, we hebben een paling. We zitten al 2 dagen te vissen voor een paling. En we vangen een paling. Yes! Unit! Zo hij sterk ook, jongen. Oh, wat lekker dat we een paling hebben. Wat vet. Wat, maar kijk, serieus, jongen. Dit is net een fucking cobra, man, die paling. Kijk dan. Zo! Dit is de grootste paling die ik ooit heb gezien, denk ik. Dit is een paling van 1 meter, of niet? Kijk dan. Ja, dat is wel een grote vis. Oh, dit wordt 1 grote puinhoop. Kijk hem achteruit zwemmen. Ik zie de onderkant nog niet eens. Nee, dit is echt een unit, gast. Daar hou ik van mee, want hij is heel dik vooral. Hè? Of zit hij er nog niet? Nou, hij is wel groot, hoor. Zo lang is hij niet, zo lang is hij niet. Toch? Ja. Schmidden. Paling. Yes! Ik vind het altijd leuk tot dit moment. En nou hebben we hem en nou ben ik er al klaar mee. Ja, schmidden. Ik ga hem nu even scheppen met het andere net. Onze mond is jong, hè? Ja, maar dit is wel een grote vis, hoor. Zo, hé. Slijmbak. Mooi beest. Heel ja, super beest. Vet. Kijk dan, dit is een fucking slang, jongens. Dit is echt een slang. Kijk dan, wow, hij is dik, jongen. Hij is niet eens mega lang, hoor. Nee, maar wat ik zo gaaf vind, kijk die kop van de beest. Het ja, is net een slang, ja, man. Ja, lijkt me een schieraal. Opmeten is in principe onmogelijk. Want het is ja, soms deze is best rustig, moet ik zeggen, hoor. Is vooral moe, denk ik. Beter doe je van normaal. Nou, hij zei, ik wil graag andersom. We gaan een ongeveertje doen. We gaan een ongeveertje. Ja, 85 is hij ongeveer. Ja. Ja? Ja, 84, denk ik. Jongen, jongen, wat een ding, joh. Nee, kijk. Mooi om even naar hem. Oh. Resultaat van de paling. Hé, hey, mijn maat, we hebben gewoon een paling. High five. Nee. Wel leuk, man. Mooi bijvangst. Ja, ik vind het altijd leuk om ze te vangen. En dan dit deel. Dit deel haat ik het meest. Ja, dat is net als met een meerval. Ik ben een soort van de palingman. Hetzelfde als dat ik de baarzen van onder de 10 centimeter man ben. Dus... Jongens, dames en heren, meisjes. Nee, sorry. Juist. Het is tijd voor een klein beetje uitleg. We hebben heel simpel gevist. Wat ik gisteren even heb gekocht bij Nipro Hengelsport is een safety lead clip. Dat is een kant-en-klaar systeempje wat ervoor zorgt dat als je een vis haakt en je zou je hoofdlijn breken, de vis alleen met zijn onderlijntje in zijn bek zwemt in plaats van onderlijntje, lood en het hele systeem. Het systeempje is heel simpel, €9 voor 3 van die dingetjes. Ze zijn er van allerlei merken. Deze dus even bijpakken, dan zal ik jullie uitleggen hoe die werkt. Kijk, aan de bovenkant zit een lusje. Die maak je in je hoofdlijn vast. Aan de onderkant zit een soort van plastic clipsysteem. En dat rubbertje gaat er dan zo overheen. Druk je aan. Oh. Druk je aan. Dan zit je lood vast. Hier zit een soort van plastic pinnetje. Die gaat in deze inkeping die hier zit. En die zorgt ervoor dat als die vast zit, dat in ieder geval de karper zichzelf kan haken aan je lood. Want hier gaat je onderlijn aan. Ik ga zo meteen ook nog even laten zien wat voor onderlijn we maken en hoe je die moet maken. Maar let op, nu komt de truc. De karper haakt zichzelf. Plik, deze komt los. Stel, je hoofdlijn breekt. Dan is dit vrij. En dan zwemt die. Tjoep. En deze gaat door je plastic systeempje heen. Die is los. Dan heb je alleen nog de onderlijn met dit stukje. En dat raakt hij vrij snel kwijt. Dit heet nou een karperveilig systeem. Ik ga jullie even laten zien hoe je de onderlijn maakt. Wat je daarvoor nodig hebt. Welke haken wij hebben gebruikt. Hoe je de haken perfect zet. Dat die bijna altijd in het onderlipje komt. Als ludemateriaal heb ik dit gebruikt. Dat is een gekoten hoeklink. Die heb je van verschillende merken. Ik heb in dit geval de Entrap gepakt van Corda. Holletje, 20 meter. En het is een zachte gekoten lijn. Die zachte lijn, dit is een soort van gevlochten lijn.
En omheen zit een plastic coating. En die plastic coating die zorgt ervoor dat die lijn heel stijf is. Zodat je hem niet zo snel in de knoop gooit. Dat die ook mooi recht op de bodem blijft liggen. En van die coating haal je een klein stukje af. Dat zijn de gedeeltes die je knoopt. Nou, om deze onderlijn te maken. De onderlijn wordt in totaal zo'n 30 centimeter. Heb ik aan de onderkant iets meer dan, nou ik zou zeggen, 15 à 20 centimeter nodig om te gaan knopen. Dit wordt het gedeelte van de onderlijn, zo'n 25 à 30 centimeter. En dan nog het boven een stukje om een lusje te maken. Dus ik knip, pak een beetje 60 centimeter af, 50 à 60 centimeter. Dan met je nagel kan je de coating eraf strippen. Dus je pakt twee nagels, je houdt je lijn even stevig beet. Kijk, en als je dat ziet, dan is je hier al stuk. En dan trek je die coating er zo af. Dan heb ik hier plastic, bewaren we even. En ik heb hieronder de lijn bloot gemaakt. Nou, doen we nog twee of drie keer totdat we genoeg lijn eraf hebben gehaald. Zo, dit heb ik ongeveer nodig om een knoop te leggen. Een centimetertje of 18, 20. We beginnen met de surgeon loop. Dat is een dubbel lusje. En die wil ik heel klein houden. Dat wordt het lusje waar mijn stuitje aan... Dan wordt het lusje waar het stoppertje aan vastkomt om mijn boilie tegen te houden. Daar begin ik mee, want ik ga zo meteen de onderlijn perfect maken. Ik wil dat die precies uitkomt met de twee boilies op de her. Dat het haakje precies mooi staat. Je maakt een niet complete lus van een centimeter of vier. Je pakt het uiteinde, je slaat terug en je vormt een volledige lus. Zo. Het uiteinde gaat in je lus, eromheen en nog een keer in je lus en nog een keer er doorheen. Het ziet er als volgt uit. Dus er is twee keer omheen geslagen en dan gaan we hem strak trekken. Dan kunnen we even een boilienaald pakken. Steken we even door de lus heen tegen het beginnetje aan. Trek hem even strak. Pak ik dit uiteinde ook nog even. Trek hem ook even aan strak. We hebben een mooi klein lusje gemaakt van ongeveer een centimeter. Hier heeft het uiteinde. Die knip ik eraf. Is de start van mijn carpet online. Vervolgens pakken we een verlengde boilie stopper. We pakken een pop-upje en een boilie. We hebben hier als volgt een vis. Pakt een hele boilie. Bijt je even een klein stukje vanaf. En die pop-up gaat er zo bovenop. Je begint eerst met de pop-up, die pierce je in het midden met de boilienaald. Boilie erachteraan. En dan prik je deze door het lusje heen. Dan trek je deze zo op je lijn. Pak het stoppertje, doe je in het lusje. Zo. Schuif deze terug. En je schuift de boilie er tegenaan. Atseflats. Ik zal zo meteen laten zien hoe dit eruit ziet onder water. Dit heet een snowmannetje. Het lijkt ook op een soort van sneeuwpop. Klein bolletje, groot bolletje. Goed. Gaan we een karperhaakje pakken. Ik heb in dit geval de G-Carp A1 Superhooks gebruikt. Het zijn supersterke haken, best wel groot. Maatje 4. Superscherpe haakjes. We willen vooral niet dat ze uitbuigen op die grote vissen hier met die grote flapstaarten. We gaan een not is not maken. Is niet moeilijk. Let op. We willen dat de achterkant van je onderlijn, waar je boilie aan zit, aan de onderkant van de haak uitsteekt, als volgt. Dus, je pakt de haak met de punt naar beneden en je haalt je lijn door de bovenkant van het oog heen. Dan hou je de haak naast de boilie en hou je ongeveer een centimeter ruimte tussen de haakbocht en de boilie in. Je pakt de lijn en de steel van de haak beet. En dan ga je kijken en dan zie je dat bij je haak het oogje is vastgemaakt. Die is omgedraaid. En er zit altijd één inkeping aan. Aan die kant wil je je lijn niet hebben. Je begint dus aan de andere kant. Je begint met wikkelen. Je wikkelt zo langs de steel van de haak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan wikkel je terug. Twee keer om de steel. Nou en weer door de bovenkant van het oog naar beneden. En dan zit hij vast. En dan even kijken hoor. Dan hebben we nog één ding wat heel belangrijk is. Ik trek altijd eerst nog even de lijn goed aan de achterkant. Dat die aan de onderkant er echt uitkomt. Zo. Pak er nog één heel belangrijk ding. Wat ervoor gaat zorgen dat de inhaking
vrijwel altijd goed gaat. En dat is een line aligner. En een line aligner betekent letterlijk dat het een soort van rubbertje is wat ervoor zorgt dat je haak altijd in een bepaalde richting staat. Zo, ik knip hem een klein beetje bij. Het gaat om dit bochtje. Het gaat om dit bochtje. Die gaat ervoor zorgen dat mijn haak straks in een iets gedraaide richting staat. En het brede gedeelte aan deze kant, dat gaat over het oog van je haak heen. Begin aan het dikke gedeelte. Je steekt je lijn erin. Kijk, en dan komt mijn lijn er schuin uit. En dat is precies what you will. De line aligner, die gaat erop met het bolle kantje op het oog. En je wil dat dat kromme kantje, dat hoekje, dat bochtje, naar de punt van je haak toe staat gericht. Het is altijd even een beetje gepriegel. Maar als het goed is, moet je hem er redelijk makkelijk overheen krijgen. En kijk, die line aligner zorgt ervoor dat die haakpunt, het is ook een rechte haak, dat die haak zo heel mooi staat dat als je hem opsabbelt, dat die haak door het gewicht van de haak aan de onderkant komt te staan, tjoep, zo in zijn lipje terecht komt. Kijk, dat is toch mooi. Onderlijntje bijna klaar. Je ziet ook hier zo heel mooi dat dat stukje plastic lijn, je plastic coating, net boven dat alignertje is. Dus dat is top. Nou, hoe lang wil hem hebben? Een centimeter of... Het is altijd handig om iets langer onderlijnen te gebruiken als je een beetje baggerbodem hebt. Want je lood kan nog eens een beetje in de bodem zakken. Dus dan moet je niet met een onderlijntje van 10, 15 centimeter gaan vissen. Je kan natuurlijk ook kant-en-klare onderlijnen kopen. Zijn vaak supergoed. Maar ik vind het veel leuker en belangrijk om zelf mijn onderlijnen te maken. Want dan weet ik ook met het formaat van mijn bollen en mijn pop-upje dat ik helemaal goed zit. Goed, we strippen hier weer wat van die coating af. We maken weer dezelfde lus als dat we eerder hebben gemaakt. Alleen hebben we iets meer ruimte. Weer zo, op, eromheen, op, eromheen, jotten. Eén belangrijk dingetje, wat je niet moet vergeten, is dat er een veiligheidsrubbertje hier overheen moet. Het lusje zet je zo hier overheen. Ja, zo. En dat rubbertje schuif je er zo over dat metalen... Ja, wat is het? Connector chain. Quick chain swivel. Zorgen dat het dopje weer in je safety systeem zit. Want als het dopje er niet in zit, gaat die haak ook niet prikken. Heel belangrijk, heel belangrijk. Woehoe. En hiermee hebben we vannacht gevist. Alle vissen die wij statisch hebben gevangen, zaten perfect door de onderlip. Nog één laatste dingetje. Het lood dat wij hebben gebruikt. We hebben 2 ounce en 3 ounce gebruikt. En dat zijn platte gewichtjes. Waarom hebben we daarvoor gekozen? We weten dat het een redelijk zachte bodem is. En we willen dat ze niet te ver in de bodem zakken. Dus een beetje licht gewicht gebruiken. Het liefst een beetje platte vorm. Zodat hij zo plat erop ligt. Een groot oppervlakte heeft. En niet te ver in de bagger zakt. Welkom bij de vlogs van Dennis. Daniel is meegekapt, die heb ik verzopen in het van. Vanaf nu verdien ik al het geld met de video's. Sorry. Dus. Goed. Ik wilde jullie nog even wat laten zien over wat voor tactiek wij hebben gebruikt. We hebben als voer hebben we 2 soorten boilies gebruikt. We hadden zoete bollen, ananas, smaak. En Scopix. Dus wij zijn zaterdag gaan vissen. Die jongens hebben woensdag, donderdag en vrijdag gevist, of gevoerd. Dus ze hebben per stekkie ongeveer maximaal een kilootje per dag gevoerd. Gewoon hele bollen. En wat wij hebben gedaan, de vissen die waren al een beetje gewend aan ons aas. Die wisten al dat er elke dag wat aas te vinden was. Het enige wat wij hebben gedaan is we hebben een crusher gepakt. Een boilie crusher. Daar kan je bollen in doen. Zo. Druk je hem aan. En dan draai je hem en dan heb je gekruste boilies. We hebben telkens per stekkie, gooiden we de haaklijn erin, voorzichtig altijd, voorzichtig uitgelegd met het bootje. En dan gooiden we een goed handje, crush erbij, dat er lekker wat geurstof in het water kwamen. Dus niet te verzadigd raken. En dat was voor ons genoeg om de vissen een beetje aan het azen te krijgen. En we merkten dat toen op een gegeven moment die stek daar begon te lopen, dan krijg je op een gegeven moment een soort van voedselnijd. Vissen steken elkaar aan, vingen een brasem, 1 uur later ving je weer een brasem, 3 uur later ving je weer een karper.
Dan vang je weer een karper, dan krijg je weer een aanbeet. Als de stek eenmaal begint te lopen, je begint steeds kleine beetjes bij te voeren. En er komt weer nieuw aas in het water en er komen nieuwe vissen bij. Ja, dan kan het gewoon hard gaan. Helaas is het op de andere stekken niet gelukt. Maar wat we zeker gaan doen, is we gaan hier nog een keertje terugkomen in het voorjaar. Als het water weer even wat aan het opwarmen is, als de vissen uit de winterslaapje komen. Dan gaan we weer even proberen. Ik ben sowieso niet ontevreden. Het is nu een uurtje of 5. De avond begint te vallen. We kunnen nog doorvissen tot 7:30. Dus we stop. 1,5 uur rijden vanaf mijn huis. En dan, we hebben natuurlijk nog kans. De lijnen blijven in liggen. Het gaat zo meteen weer donker worden. Wie weet gaan ze los. We hebben de lijnen niet aangeraakt vanaf vanmiddag. Dat is voor mijn gevoel best wel lang. Maar we hebben het gevoel dat ze er goed in liggen. Er ligt wat voer bij. En het zou moeten kunnen gebeuren. We zijn in ieder geval niet ontevreden met drie karpers. Tenminste, eentje eraf dan. En die twee gekke koois, maar die rekenen niet echt mee. Die hebben met pennetje aan de zijkant gevangen. Het is natuurlijk wel heel toevallig dat we dan, als er maar drie kooitjes zwemmen op die hele put, dat we er twee van vangen. We hebben ze ook de hele tijd in een groepje zien zwemmen. En natuurlijk die vette paling. Dus dat is een mooi tripje toch, Dan? Dat ja, zeker. Ik vond het erg leuk. Leuk de moeite waard. Het was een mooie trip vooral. Hey Dan. Dit is het tijdstip dat moet gaan gebeuren, of niet? Ja, dit is... We krijgen allebei tegelijkertijd hetzelfde interessante gevoel. Dat we allebei zo... Oké, kom erop. Ja, ik heb ook alvast de GoPro aangezet. Nee. Ik heb ook altijd zo leuk vinden aan het karpervissen. Op het moment dat je zo die piep hoort afgaan. Nou, dat geluid... Dat hoop ik op te vangen met mijn GoPro. Ik heb hem natuurlijk vannacht niet laten staan, want zie je fuck. Maar die GoPro die staat al de hele dag. En gisteren ook de hele dag. Ik heb er denk ik al, ja, ik heb er al 10 GoPro batterijen doorheen gejaagd. Het staat maar te draaien. Ik had hem vanochtend aan moeten zetten, 7:30. Nou, we hebben er 2 runs op gehad, maar ook. Helaas. Gisteravond. En voor de liefhebbers van kooi, karpers, brasems en palingen, hebben we die 2 ook nog liggen. Daar gaat Tom. Vlees. De zon gaat onder. Dennis. Tijd voor de vissen om te bijten. Ja, sperripjes en op. A few moments later. Mensen, dit is ongelooflijk. Wat is er gebeurd, Dennis? Nou, zeg maar, de situatie was zo. Daniel was video's aan het opnemen voor zijn Insta. En we hoorden na deze video's... Het was dus een van onze penhengels die over de steiger ging. En jij maakte een snoekduik. En deze was 50 centimeter van de waterkant af. Zeg maar met de molen. Dus ik denk, ja, duik er maar op. Kijk maar naar mijn handen. Snoekduik. Oeh. Oh, hey, mijn gast. Wat hebben we er... Dus, ik zie niet wat ik doe, maar volgens mij zit ik met de hengel. Ja, je bent er al. Blijkt dus dat we de derde en laatste kooikarper hebben. Nee, dit is weer een ander. Ja, dit is die witte. Ja. Dit is die ander. Dit is de derde. Dit is niet normaal, Dennis. Dit is niet normaal. Maar we hebben ze allemaal niet gehad. We zitten al uren te klagen voor een afsluiter. We zeiden om een gegeven moment, nou zelfs die laatste kooikarp zou nog goed zijn. Ja. Nou, eentje met een wit randje. Ik ga het gouden afsluiten. Ja, dit is de gouden afsluiter. Ik ga even het skepnet pakken, maat. Atzeflats! Oh, het is zo'n dingetje. Zo'n witte. Ja, dit is zo'n bijzondere. Ja. Ja, hij ziet er niet uit. Maar... Deze koois waren hier nog nooit gevangen. Het zijn er 3. We hebben ze alle 3 gevangen. Dit is echt wel bizar. Het is echt bizar. Gast. Nou, dit kan je beter de kooikarpen video noemen. Ja. What the fuck. Nou ja, mooi afsluiten zo denk ik. Ik ben er wel blij mee. In ieder geval nog actie gehad. Ja. Maar ik vind hem wel mooi. Hij is wel lief. Hoe noemen we hem? Weet ik niet. Oké, weet ik niet. Ik denk dat we hem Robin noemen. Robin. Dat is voor mannetjes en voor vrouwtjes. Want ik denk dat een vrouwtje is. Maar... Ja, omdat hij zo dik is. Mag ik dat niet zeggen? Dat mag jij zeggen. Nou Din. Het was maar er weer eentje. Ik weet niet waar die is. Hier. Nou, dames en heren. Dat was hem weer. Ik kijk terug op een super vet weekendje. Een weekend met veel voorbereiding. Een paar mooie vissen. Een paar hele rare vissen. Een paar bijzondere vissen. Maar vooral gewoon veel lol.
Ik hoop dat jullie dit een hele vette video vonden. En ik hoop dat jullie Dennis ook weer gezellig vonden. Ik vond het in ieder geval weer super gezellig met Dennis. Het was erg gezellig. Ja, het was gezellig. Het was echt lachen. En dan gaan we gaan dit overdoen. Dat beloven wij bij deze. We gaan dit sowieso overdoen in het voorjaar. En dan gaan we kijken of we er meer en groter uit kunnen halen. Want dit smaakt naar meer. We hebben nog, denk 30 kilo boilies over. Dus vond je dit nou een leuke video? Geef in ieder geval even een likeje. Abonneer hieronder. Dat helpt het kanaal. En het is gratis. En dan zie ik jullie graag vol. En laat het even weten als je meer karpen vissen, of brazen vissen, of paling vissen, dat mag niet overal, of kooikarpen vissen wil hebben. Dat kun je ook laten zien. Laat het commenten, ja. En dan zien wij dat. En dan gaat Daniel doen, want ik heb geen tijd. Precies. Dus, nou ja, goed. In ieder geval, ik zie jullie graag volgende week zondag bij een nieuwe video om 7 uur. Thank you, de mazzel, en tot ziens. Houdoe.